leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En eigenlijk wilde ik deze video iets anders starten. Ik wilde deze video namelijk op de locatie starten waar ik nu dus naar onderweg ben. Maar we staan in een hele lange file. Dus we staan er al even in. Al, ik denk dat we een half uurtje er nu al in staan. Dus dat is best wel een beetje vervelend. Want eigenlijk had ik er nu al moeten zijn. Dus ja, dat komt een beetje niet echt goed uit. Maar ik ga dus vandaag iets heel erg leuks doen. En ik heb het al wel vaker gedaan. En maak ook vaker video's over. Maar vandaag is het toch net eventjes iets anders dan normaal. Want ik ga namelijk op wedstrijd. Nou, dat doe ik wel vaker. Maar ik ga voor de eerste keer in het M starten. En ik ga een rondje L en een rondje M starten. En in eerste instantie wilde ik dit nog niet. Wilde ik altijd meer ervaring opdoen in de L. Maar ik heb het met wat mensen overlegd die er verstand van hebben. En zij zeiden tegen mij gewoon een rondje M proberen. Dus je doet één rondje L en één rondje M proberen. Dan kun je zien hoe het gaat. En als het goed gaat, dan ga je door. En als het niet goed gaat, dan blijf je nog even in het L rijden. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. En van de week in de springles heb ik ook op hoogte van 1 meter tot 1 meter 10 gesprongen. 1 meter 10 is voor mij Z en 1 meter is voor mij M. En dat ging echt zo goed. Hij kwam er zo makkelijk overheen, Mojito. Dus ik dacht, nou ja, dan moet het ook wel goed komen. En ook al komt het niet goed, dan is het jammer. Maar ik heb in ieder geval onwijs veel zin in. Maar het is dus een beetje vervelend dat we in de file staan. Want ik zou eigenlijk om 12:45 parcours moeten lopen voor het L. En het is nu 12:45 en we staan nog steeds in de auto en we moeten nog wel een stuk. Maar wij zijn zonder trailer, zoals jullie kunnen zien. Ik ben namelijk nu met mijn mama. Ben ik onderweg om parcours te lopen. Want er doen echt vandaag zoveel mensen mee. In het L en ook in de B. Ook waardoor ik moet dus een van de laatste in het L, omdat ik dus ook in het M rij. En ik ben dus als nummer 56 in het L. Nou, dat zegt al hoeveel er meedoen. Dus mijn vader die komt er zo meteen aan met Mojito, met mijn zusje ook erbij. En we hebben net al gebeld van ja, rij maar andersom, ga maar binnendoor. Dus niet over de snelweg, want wij staan nu dus helemaal vast op de snelweg. En wij rijden soms heel kleine stukjes en dan staan we weer stil. Misschien zijn zij er wel eerder. Ja, misschien is mijn vader zelfs al eerder. Terwijl die pas over een kwartiertje gaat vertrekken of zo van stal. Dus maar ja, ik vind het wel een beetje vervelend dat ik geen parcours voor het L kan lopen. Maar ik heb hopelijk nog wel alle tijd om een beetje bij anderen te kijken. Dus dan kan ik wel kijken hoeveel sprongen ze bij de dubbels maken. En hoe ze de barrage en zo rijden. Want ik doe dus twee keer het eerste parcours. Dus ik doe in de L doe ik het eerste parcours met barrage. Daarna ga ik parcours lopen voor het M. En dan in de M rijd ik ook weer een parcours. En als ik foutloos ben, mag ik door naar de barrage daar weer. Dus ik heb geen parcours wat direct op snelheid gaat. Want dan moet je twee rondjes in dezelfde klasse doen. Maar nu doe ik twee rondjes in verschillende klassen. Dus dan heb ik gewoon twee keer het eerste rondje, zeg maar. Ik hoop dat jullie wel snappen wat ik nu bedoel. Maar dat zullen jullie straks ook wel zien. Ik heb gelukkig wel al mijn wedstrijdkleding al aan. Ik heb mijn shirtje van Horse Gloss weer aan. En hier onder mijn joggingbroek zit mijn gewone witte rijbroek. En dus op zich hoef ik mezelf verder niet meer heel erg om te kleden en te doen. En zo, dus dat scheelt weer. Maar ik hoop in ieder geval zo erg dat we op tijd zijn. En nou ja, we zien het wel zo meteen als we daar zijn. Nou, we zijn er en we zijn nu Mo aan het opzadelen. En we waren gelukkig nog ruim op tijd, want het liep hier ook heel erg uit. Dus dat was fijn. Maar ik moet nu wel een klein beetje opschieten, want ze gaan ineens heel erg snel. Omdat ze best wel tempo erin hebben. En ik was niet op tijd voor het parcours lopen. Maar ik heb wel goed kunnen kijken hoe de anderen het deden. Dus het moet vast wel goed komen. En ik ga dus nu zo meteen inrijden. En ik ben mezelf aan het klaarmaken. En ik heb er super veel zin in. En ik hoop Mo ook. Want hij is super vrolijk. Dus het gaat vast goed komen. Goed,
lopen voor het M. En ik had net in het L een balkje, dat was echt jammer, want hij tikte bij 8 in de rest aan. Toen gaf ik hem extra hard kuit voor 9 A en B. En toen tikte hij hem er alsnog af, dus dat was echt super jammer. Maar nu ben ik dus voor de eerste keer M aan het lopen. En er zit dus nu ook een 3-sprong in en dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe Mo dat gaat doen. Ik heb het wel 1 keer thuis geoefend, maar dat is al wel even geleden. En het is natuurlijk hier een stuk hoger. En ze hadden net bij de E-ponies het L een meter en dat was echt zo hoog. Dat ik dacht, oh jeetje, dat is veel hoger dan dat ik op les gedaan heb. Toen ik 1 meter gedaan heb. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die het gaat doen. Maar ik ga het wel zien. Zometeen wel even uitstellen. Ik loop eerst even door naar de rest. Andersom. Hey. De kleuren staan verkeerd. Andersom. Nou, ik ben net klaar. Mijn zusje gaat Mo nog eventjes uitstappen. Dat wilde ze heel graag. Maar ik heb het echt bloedheet. En voor de eerste keer M vond ik het al redelijk goed gaan. Ik had op de eerste een balk. Dat was meer echt van spanning een beetje. En het was gewoon jammer dat ik die balk had. En ik had wel een weigering daarna op de triple, zeg maar.
Maar ja, dat was gewoon jammer en daarna ging hij er wel overheen. Maar ik vind voor de eerste keer dat hij het heel goed gedaan heeft. Dus ik ben zeer tevreden. En op zich de hoogte kan hij makkelijk aan, dat deed hij gewoon goed verder. Dus, maar ik ben helemaal buiten, want ik heb het zo warm. Maar ik vond het wel heel erg leuk om een keertje hem te rijden. Maar ik ben in ieder geval dus zeer tevreden. En ja, wat ik voor de volgende keer ga doen, moet ik nog eventjes kijken. Dat zie ik dus wel. Maar ik ga nu zo meteen Mo heel erg verwennen en dan terug naar stal brengen. Want het is ook een lange dag geweest, omdat hij dus doordat ik L ging rijden, moest ik daarna ook weer wachten totdat het M begon het parcours lopen en de E-ponies moesten nog in de L. Dus dat duurde allemaal een beetje lang en dat vond ik niet ideaal. Maar ja, ik ben gewoon heel erg trots op Mo. Dus ja, ik ben gewoon echt heel trots op hem dat hij dit toch allemaal maar doet. Dus als jullie ook vinden dat Mo het heel goed heeft, dan even een duimpje omhoog. En willen jullie nou nog mijn vorige wedstrijd op het Heide... Nee, dat is niet mijn vorige wedstrijd, maar op het Heideconcours zien, check dan even deze video. En als je nog meer video's wil zien, check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!